Welkom bij deze reading. Dit is een um, reading voor het huidige moment in de uh, huidige energie. En je kan hem wel bekijken als tijdloos. Maar ik doe hem toch op de huidige energie in dit moment. Want ja, ik voel gewoon ontzettend veel doorkomen. Ik krijg die nerveuze energie niet van me afgeschud. Dus ik heb wel het gevoel dat het een en ander speelt. In het collectief en dan moet ik gewoon gaan zitten. En dan moeten dingen uit. En dat gaat via mij. <laughs> dus we gaan even kijken wat er door wil komen. Wil je graag een persoonlijke reading, dan kan je deze boeken via ladyorakel.gmail.com. Ik heb het gevoel dat er uh, momenteel veel hartopeningen plaatsvinden. Bevestiging. We gaan eens dus even kijken naar ja, wat er verborgen ligt, verborgen in de energie. we beginnen met helderheid. Zuivering, gevoelens en hydrateren. Dus jouw divine counterpart gaat uh, sowieso door een zuivering heen. Maar dat lijkt me wel logisch. Dat we dat inmiddels wel weten. Dat er een enorme zuivering aan het plaatsvinden is. Vuur van God. Passie, nieuwe activiteit en arts Engel Nathaniel. Ja, dit gaat vaak voor mij over karma. Dus karmische zuiveringen vinden momenteel plaats aan de andere kant. En dat kan je heel erg voelen. Als je daar ja, op. Dat um, level bent met jezelf. Verdriet, zwelgen, leegte en verloren. Ja, dit is wat ik echt voel op die hartchakra. Er komt enorm veel emotie vrij. En het is heel pijnlijk wat er vrijkomt. Het is heel pijnlijk. Inspiratie, creativiteit, actie ondernemen. Ja, twee keer die passie ook. Um, althans, vuur. Uh, dus ja, daar speelt wel een vuurzuivering. En dat heeft te maken met uh, he, de karmische zuiveringen. En als ik me niet vergis, zijn de zonnestormen dus ook heel hoog nu, in dat huidige moment. Ja, daar is toch wel het een en ander uh, in, de, in de energie gaande. Um, dus kaart nummer 33, dat heeft ook wel weer te maken met dat bewustzijn: hè? bewustzijnsverruiming. Er worden dus nu ja, dingen afgerond: fases afgerond, karmische fases. Zelfliefde, eigenwaarde, compassie en kiezen. Kaart nummer 77, weer een meestergetal. Maar inderdaad, uh, naar een dieper level met zichzelf of met haarzelf. Uh, ontwaken naar eigenwaarde, zelfliefde. Uh, maar ook ja, kunnen kiezen wat goed voor je is. Hè? Daar gaan ze dus doorheen. Dus de keuzes maken die voor hem uh, ja, die, die, die liefde geven. De passie geven, de eigenwaarde geven. En dus ja, uit situaties stappen die dus dat niet brengen. Daar is hij dus mee bezig. Ik praat in hijvorm, vorm, maar het kan ook een vrouw zijn hè, waar je mee te maken hebt. Dat, het is jouw divine counterpart. Uh, intelligentie, speelsheid, heler en hoge frequentie. Ja, hij is bezig met het uh, ascenderen hè, naar hoger bewustzijn. En moeten er dus ja, zuiveringen plaatsvinden. Het onmogelijke onder verdriet. Innerlijke drijf, uithoudingsvermogen en hardwerkend, ook weer die vuurenergie. Dus ja, hij is heel hard aan het werk, althans zijn lichaam is heel hard aan het werk en dat is ook wat ik voel. Dat is echt wat ik voel doorkomen, voornamelijk op de hartchakra, maar vanmorgen kwam er wel de zonnevlecht daarbij. Dus ja, dat kan wel wat te maken hebben met de zonnestormen trouwens, dat daar toch wel het een en ander ook op uitgezuiverd wordt. En dan is het tijd voor de nieuwe zaadjes: geduld, aandacht en compassie. Dus hij gaat dus ja, geboorte geven aan die nieuwe zaadjes die hij plant. Hij, dus hij laat bepaalde keuzes achter zich die voor hem niet dienend zijn, niet waardevol zijn, uh, waar geen liefde in speelt, hè? geen oprechtheid, eerlijkheid. Uh, dat gaat hij allemaal achterlaten. Dus dat betekent, ik ga nieuwe zaadjes planten: naar. Uh, situaties en uh, daar ja wat wat wel voor mij waardevol is en, en liefde brengt daar is hij dus mee bezig en ja daar komt dus heel veel verdriet vrij hierin uh, voelt zich verloren zwelgen en dat is ook wat ik gisteren voelde hè, als jullie de reading van gisteren hebben gezien uh, dan hebben jullie ook gezien hè, dat het voor mij heel moeilijk is zeg maar om zelfs te ademen um, en gisteravond kwam het weer terug, uh, ja, hè, dan wordt het duister en wanneer mensen dus in bed gaan liggen en, en met zichzelf geconfronteerd worden, dan is het ook heel heftig en dat heb ik gisteravond dus ook gevoeld. Ja en vandaag uh, weer hetzelfde verhaal eigenlijk, weer de nerveuze energie, echt weer op die hoge hartchakra en de zonnevlecht kwam daarbij, ja het is niet fijn. Um, ik vroeg dus ook, want ik ging even ermee zitten, want ik vind het natuurlijk niet fijn om dit mee te maken. Hè? Dus ik vroeg ook: van ja, waarvoor moet ik dit voelen? Want ik ben daar nu zelf van af en nou ga ik het voelen van de andere kant. En dat vind ik niet prettig. Heel eerlijk, ik wil het niet voelen. Nee, ik wil niet voelen waar, waar hij allemaal doorheen gaat. Um, maar ja, toen kreeg ik dus het antwoord: ja, jullie zijn één. En dat is jullie zielsafspraak. Ja, en dat klopt in principe ook. Hè? Als je één bent, voel je alles van elkaar. Dus ook ik zal hier gewoon doorheen moeten gaan, doorheen moeten ademen. En gewoon bewust blijven dat het niet van mij is, maar dat, ja, dat er een hoofd speelt aan de andere kant. Oké, okay, we gaan even kijken wat er allemaal werkelijk speelt hier. Ja. Soms denk je dat je gek bent, hè? En dan komen die kaarten en dan denk je, nou ja, je bent helemaal niet gek. Precies dit. Ik krijg ook zo vaak mails van mensen hè, die, die mij mailen van, ja, weet je, het lijkt net alsof ik gek word, alsof ik dingen inbeeld en. Ja, ik kan me dat heel goed voorstellen. Ook ik ga daar doorheen. Hè. Ook ik heb af en toe die momenten dat ik denk van, nou ja, weet je, ben ik het allemaal aan het verzinnen? Ben ik mezelf in een illusie aan het houden? Maar ja, mensen die <laughs> werkelijk in een illusie zitten of zichzelf voor de gek houden, die gaan deze vragen niet aan zichzelf stellen, denk ik dan. Oké, okay, possibilities. Free spirited, adventure and risks. Ja, hij is zichzelf dus aan het bevrijden. Uh, om helderheid ook te krijgen. Dus het kan zijn dat hij dus ook in afzondering zit uh, met zichzelf. Hè? Dus ja, hij zoekt eigenlijk een soort uitweg, mogelijkheden zeg maar, om ook die helderheid te kunnen krijgen. Want hij, hij begrijpt natuurlijk ook niet waar hij doorheen gaat. Hè? Dus uh, je gaat antwoorden zoeken. Dat heb ik destijds ook gehad. Ik begreep ook niet waar ik doorheen ging. En ja, dan ga je op zoek naar antwoorden. Voor mij waren het dan de kaarten die op mijn pad kwamen. Um, waardoor ik dus ja, steeds meer helderheid ging krijgen voor mezelf. Steeds meer dingen ging begrijpen voor mezelf. Dus hij zoekt nu ook naar mogelijkheden zeg maar, om die antwoorden te krijgen. En gisteren had ik het in de reading erover van. Ja, het begrip kan hij bij jou halen. Uh, maar ja, ik kan me voorstellen dat wanneer er dingen zijn gebeurd uh, tussen jullie. Uh, want ja, de, he, in de afgelopen readingen kwamen er ook heel vaak naar voren. He, die geheime dingen achtergehouden. Ik denk dat die drempel ook voor sommigen gewoon te hoog is, zeg maar, om nu naar jou uit te reiken. En zoekt hij dus andere mogelijkheden waarin hij zijn antwoorden gaat krijgen? Ja, Breaking Point bij vuur van God. Limit, final straw, overweldigd. Ja, dit is het laatste. Dit is zo overweldigend en dat is wat ik voel. Ik voel het zo sterk. Het is zo. Heftig eigenlijk. Um, he, dus hij heeft een bepaalde breaking point bereikt. Een breekpunt, een nulpunt. Hij heeft ergens zijn limiet in bereikt. Dan realizations. Dus ja, hij gaat zich ergens in realiseren. Epiphanies, understandings, awakenings. Ja. Um, dus hij gaat ineens het licht zien. Hij gaat zich dingen. Realiseren. Uh, en en da daarmee komt dus dat verdriet vrij. He, dus hij gaat dus ook zijn consequenties zien van de acties die hij heeft genomen in het verleden. Uh, en komt er dus achter dat er ja, keuzes zijn gemaakt die eigenlijk niet de bedoeling. Nou ja, tussen aanhalingstekens, want het moest wel gebeuren. Maar voor hem voelt dat natuurlijk zo van ja. He, ik, ik voel me schuldig. Ik schaam me dat ik uh, daarvoor gekozen heb. He, dus die, die awakenings gaan die zijn aan het gebeuren. Die gaan niet komen. Dat, dat speelt nu op dit moment. He, die, daarom komen die emoties ook vrij. En dan bij inspiratie krijg ik twee kaarten: Distance, Separation, Space en blokketjes. Ja, dus hij komt erachter he, van. Um, ja, die, die, die afstand, dat doet verschrikkelijk veel pijn. Want als hij dus niet in liefde en zelfwaarde voor zichzelf kiest... Dus als hij zichzelf pijn doet, doet hij jou ook pijn. Als jij de ander pijn doet, doe je jezelf pijn. Dat is een wisselwerking. Dus ja, daarom moeten jullie ook altijd voor jezelf kiezen in liefde en eigenwaarde... Altijd jullie beiden. Want dan, dan is er geen pijn. Maar als de een dus niet kan kiezen vanuit zelfliefde, vanuit eigenwaarde, dan doet hij niet alleen zichzelf pijn, maar ook jouw pijn. En dat zijn de realisaties die dus gaan gebeuren, of staan nu te gebeuren. Hè, dat uh, ja, die, die afstand die hij dus nu inzet, hè, die, die blokkade die hij inzet, uh, niet alleen zichzelf. Daarmee pijn doet, maar ook jou daarmee pijn doet. En dit is een, ook een realisatie die ik, zeg maar, heb gehad een aantal jaar geleden, want ik was, zeg maar, als eerste in mijn uh, vorige levenstijdlijnen bezig en voor mij heeft het dubbel zo lang geduurd als voor hem, zeg maar. En ik was degene die altijd de blokkade inzette, maar die blokkade heeft ook een grote functie en dat betekent: je moet weg van mijn tijdlijn. Jij hoeft niet in mijn tijdlijn te zitten, want het is mijn tijdlijn en mijn uh, stukken die ik moet doen, waar ik doorheen moet. Nu is de andere kant in zijn uh, vorige levenstijdlijn bezig en ik moet dus weg van zijn tijdlijn. En dus hij blokkeerde mij in acht jaar tijd voor het eerst. De rollen zijn omgedraaid. Het is nu zijn tijd om uh, dit, die stukken voor hem aan te pakken. En ik moet weg van zijn tijdlijn. Maar in die tijd, op een gegeven moment, kwam ik er dus ook achter. En kreeg ik ook uh, de informatie door. Als je de ander blijft blokkeren, dan doe je niet alleen jezelf pijn, maar doe je de ander ook pijn. Het is nodig, maar op een gegeven moment moet je de blokkade weer openen. Begrijp je? Je moet het niet te lang doortrekken. Het is nodig voor een bepaald punt, omdat je dan in separatie bent en de tijd nodig hebt voor jezelf om. Tot jezelf te komen, in helderheid te komen. Maar daarna krijg je de drang weer. En dat is dan die innerlijke drang die gaat spelen vanuit je ziel van de deur mag weer open. En dat zal dus de andere kant ook krijgen. De deur mag weer open. Ik krijg die innerlijke drang om weer contact met je op te nemen. Uh, boundaries kwam daar ook nog bij. No. Uh, drawing the line. And enough. Dus ja, grenzen zetten. Hè? Dus. Hij is bezig om die grenzen voor hem nu uh, vanuit zelfliefde neer te zetten, vanuit eigenwaarde neer te zetten. Niet meer vanuit angst, uh, vanuit trauma, maar nu echt van nee, dit is niet meer waardevol voor mij. Nee, dit is geen zelfliefde. He, dus hij is heel erg bezig ook met die grenzen voor zichzelf neer te zetten. Het is genoeg. He, dus mensen die uh, over zijn grenzen heen gaan, nee, dit is niet waardevol voor mij. En daar keert hij zijn rug naartoe. Hier open hart bij zelfliefde. Dus inderdaad, hè, die hartopeningen die zijn nu bezig. En die zijn pijnlijk. Uh, dus niet alleen maar voor je divine counterpart, maar ook voor jou. Het is net alsof ik weer die hartopeningen krijg. Maar ik ben er allemaal al doorheen gegaan. Dus ik kan me niet voorstellen dat dit van mij is. Ik, ik heb dat niet. Ik heb, ik heb niet het gevoel van, ik moet dingen nog onderzoeken of ik moet dingen leren. Ik heb dat allemaal achter de rug. Dat mag ook wel na acht jaar, maar. Uh, hè, dus ik weet ook, het is van de andere kant. Het is niet van mij, maar ik voel het wel en het is niet prettig wat ik voel. Dus de andere kant gaat ook door zo'n open, pijnlijke opening heen. Receptive, empathy en vulnerable. Dus hij is heel kwetsbaar op dit moment. Ja, het, het hart gaat openen, dat is heel kwetsbaar dan, hè, want het is net een open wond. Uh, zo voelt het ook. Hè. Het ligt gewoon open. Het moet geheeld worden, het moet versterkt worden. He, dus ja, dat empathisch vermogen komt uh, nu heel sterk te uit, heb ik het gevoel. He, dus uh, ook met die realisaties, he, van ja, ik heb bepaalde keuzes gemaakt, ja, die mij niet alleen pijn doen, maar ik, ik voel ook dat het jou pijn doet. He, dus de andere kant voelt dat ook wel. Dan heb ik bij um, intelligentie, beauty, charming, graceful, kind-hearted, ja, dit voelt he, een beetje met die hartenergie, zelfliefde. He, dus die, die kwetsbaarheid gaat echt openstaan nu in zijn hart. Dat is de fase waar hij dus nu doorheen gaat. En dan heb ik bij het onmogelijke, klinging. Holding on, obsessing en spying. Ja, wat ik al zeg, mensen gaan over zijn uh, grenzen heen. Willen hem vastklemmen, Vasthaken. En dat gaf ik dus gisteren ook al in de reading aan. Want uh, die, 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 um, de karmische... Mensen zeg maar op zijn pad voelen hem nu wegtrekken. He, daar had ik het gisteren heel uitgebreid over. Die voelen nu dat de Divine Counterpart weg gaat trekken en weer richting jou gaat trekken. Dus ja, he, die, die karmische mensen, zeg maar. Uh, die proberen daaraan vast te hangen. He, dus het wordt heel zwaar aan zijn kant. Um, want hij is het aan het ontstijgen. Dus ja, die mensen gaan vastklemmen. Dat, dat hoeft niet zozeer een romantische. Um, een liefdesconnectie te zijn kan ook familie zijn, kinderen zijn, uh, vriendschappen. Hè? Alles wat niet met hem mee kan, dat gaat aan hem hangen. Ja? Zo moet je het eigenlijk zien. En hij krijgt het dan heel zwaar totdat hij zegt: Nee, niet meer. Dit voelt niet meer goed. Dit, dit wordt te zwaar. Je kan mij niet vasthouden. Ik moet mijn eigen pad lopen. Want die ziel die is zo sterk, die gaat dan spreken. Ja, en dan kan je niet onderuit. Bij nieuwe saartjes krijg ik sorrow, weer verdriet, loss, grief, depression. Ja, dus hij is in zijn verwerkingsfase, zijn rouwfase. Ja, en dat is ook wel hè, waar we naartoe gaan met uh, de kreeftseizoen. Dat is ook wel een rouwmaand in principe, als je het zo bekijkt. Het is de maand van het uh, emotionele stuk binnen in onszelf: het vrijlaten van die emoties, uh, rouwen van uh, wat is geweest, maar niet alleen maar zijn. Uh, karmische stukken hè, wat los gaat komen nu, maar voornamelijk zijn oude ik. Want hij ontstijgt natuurlijk ook een oud deel van zichzelf. En dan moet je rouwen. Ik weet nog in mijn periode, ik vond het ook vreselijk dat ik... Um, ja, mijn leven stond ook helemaal op zijn kop. Heel mijn leven ging veranderen. En de dingen waarvan ik dacht van nou, hè, dat, dat vind ik leuk om te doen en... Ik geniet daarvan, ging ineens heel erg veranderen voor mij. En ik, ik merkte gewoon: ik ben aan het veranderen. Dit gaat niet meer passen bij mij. Ik kan het niet meer vasthouden, want het dient me niet meer. Ik moet ruimte maken voor vernieuwing. En dan kwamen er ja, nieuwe dingen op mijn pad. Bijvoorbeeld zoiets als mijn werk. Daar heb ik heel lang aan vast zitten klampen, totdat het niet meer ging. Dan, dan, breek je, dan breek, kom je in zo'n breekpunt. Want ik had mezelf wijsgemaakt, hè? want dit kwam op mijn pad en ja, daar vond ik mijn hele passie in. En ik, dat was op mijn lijf geschreven gewoon, uh, terwijl ik daar nooit iets had uh, mee gedaan. En ja, dan, dan kom je er dus achter, dan word je geconfronteerd. Maar ja, wat jij doet, al 25 jaar in de zorg werken, dat past dus niet meer. Maar ik ging mezelf dingen wijsmaken, van ah, dat kan ik wel combineren. En ik vind het nog hartstikke leuk en met mensen werken, mensen helpen. Maar mijn ziel zei, nee Simone, dat vind je helemaal niet leuk meer. Je bent jezelf kapot aan het werken. Ja, dan kom je zo op zo'n breekpunt en dan moet je loslaten. En dat is hartstikke eng. Want voor je hart kiezen, de weg van je hart, daar zit de angst. Niet in wat je hoofd zegt, die, die comfortabele zones. Dat is niet eng. Nee, dat is misschien allemaal een ander jasje, maar het is allemaal comfortabel. Het is allemaal wat je al weet, maar je hart... Begeleid je naar een nieuw pad toe die je niet kent. En mijn hele leven ging op zijn kop staan. En ik heb zoveel angsten door moeten werken. Ja, dat is verschrikkelijk. En dat is nu wat de divine counterpart ook aan het doen is. Ook zijn hele leven gaat op zijn kop staan. Ook hij zal keuzes moeten maken nu vanuit zijn hart, want anders gaat dit heel moeilijk krijgen. En dan blijf je dus in die breekpunt hangen. Uh, of je gaat nog meer breekpunten uh, bereiken. Nou ja, ik heb ook meerdere breekpunten bereikt. Hè. Die torenmomenten waar ik het altijd over heb. Dat zijn die interventies eigenlijk van spirit. Ofwel je ziel, hè, die, die pleegt interventie. Of je gidsen helpen daar ook bij. Zo van: dit is niet meer je weg. En dan moet je dus dat oude deel van jezelf loslaten. Hè? Uh, ik, ik was van heel erg extravert naar buiten toe en verbinden met mensen. Uh, maar heel erg naar binnen. Heel erg naar binnen op mezelf, leren alleen te zijn, leren mezelf te vermaken. Uh, en, en ja, dat was een hele andere kant van mij. En dat wil niet zeggen dat ik nu niet meer naar buiten treed en met mensen aan het verbinden ben. Ja, natuurlijk is dat ook nog een onderdeel van mij, maar heel anders dan vroeger. Heel anders. Dus ja, je gaat dus rouwen om het oude ik. En dat maakt weer plaats voor jouw authentieke zelf. Want dat is waar we naartoe aan het werken zijn: ons authentieke zelf. Onze authentieke zielsblauwdruk. Wat je behoort te zijn. He, een overvloedig mens. In rijkdom. In zelfliefde. In eigenwaarde. Um, we gaan nog meer bekijken, voel ik. Kijk, en die um, karmische personen, zeg maar. Eh, ik noem het karmisch, maar eigenlijk is het gewoon. Uh, want de karmische connecties, kar, uh, de, de karmische partij, heeft een hele negatieve lading. Hè, en wordt vaak verkeerd geïnterpreteerd. Het is eigenlijk mensen vanuit vorige levens, waarmee hij dus of zij een ziels-. Afspraak mee heeft, hè, zo van oké. Okay, in, in dat jaar ga ik dus uh, de tijdlijn in van mijn vorige levens en dan behoor jij op mijn pad te, te komen. Hè. Dat is de zielsafspraak die wordt gemaakt. En op dat moment komt dus hè, een persoon uit een vorig leven of meer, meestal zijn het wel meerdere personen die dus op zijn pad verschijnen en die moeten hem activeren. Het is nog niet eens zozeer leren, want daar ben ik ook van afgestapt. Uh, ik heb daar een hele andere visie op gekregen. Het is eigenlijk het activeren van wat je al weet. Van wie je werkelijk bent. Het gaat niet zozeer om leren. Want dat, daar moet je bovenuit stijgen. Dat, dat is ook weer een stuk hoger bewustzijn. Um, maar ik benoem het zo omdat de meesten dat zo bekijken. Maar ik bezie, bezie het eigenlijk als uh, de personen die op je pad komen, die zijn ook tijdelijk. Blijven niet. In deze fase van je vorige tijdlijns uh, levens, die gaan weg, die moeten weg, die komen maar voor tijdelijk om jou te activeren naar een dieper level in bewustzijn met jezelf. En je gaat je weer herinneren. Het is niet leren, want je ziel hoeft niet te leren. Alleen jij als persoon moet wel leren samen te werken met je ziel. Dat wel. Maar je ziel hoeft niet te leren. Je ziel weet al. Dat is je hart. Je hart weet al. Het is alleen ons mens persona heeft een, een, een brein hierin zitten en daar zitten allerlei overtuigingen van opvoedingen en, en schoolsystemen, noem maar op, de maatschappij um, en, en uit je DNA, uh, maar ook de lagen zeg maar op jouw ziel hè, van herinneringen. Dat moet allemaal vrijkomen. Moet allemaal vrijkomen. Oké. Okay. Kijk, toen het bij mij allemaal gebeurde, zeg maar, dat al die personen zeg maar, bij mij op mijn pad kwamen, wist ik ook niet dat ik ze moest loslaten. Wist ik ook niet. En dan bleef ik maar eraan hangen en het verzaarde me alleen maar. Omdat het begrip er gewoon niet is. Het is, het is er niet. Uh, dus daarom wil ik dat begrip aan jullie meegeven. Uh, zodat je dat misschien ja, op een telepathische manier, misschien energetische manier, toch ook wel een soort van overbrengt. Nou ja, het, je brengt het eigenlijk over, want jullie zijn één. Uh, dus als jij dat begrip krijgt, dan zit dat in jouw bewustzijn. En dan zit het automatisch in het bewustzijn van de ander. Alleen jij begrijpt het zeg maar op spiritueel level en de ander niet. De ander uh, die voert de actie uit. Daaraan zie je het. Je krijgt dan iets door van: oh, ik moet, uh, het is tijd dat ik dit loslaat. Of dit, nee, hier ga ik niet meer in mee. Dit is gewoon nee. Dat ga je zien aan de andere kant. Maar op spiritueel level ben jij degene die dat begrijpt. Oké. Okay. Als eerste begrijpt, moet ik zeggen, als eerste begrijpt. Oké, okay, we gaan even verder kijken. Dan heb ik de zonkaart. Uh, dat is ook weer die vuurenergie. Ook weer die zonnevlammen. Het kan zijn dat hij uh, ja, een soort verlichting zoekt. Want hier bij die possibilities is natuurlijk ook heel groot die zon daarachter. Dat hij ergens het, de verlichting in zoekt, of bij iemand verlichting zoekt. Het kan zijn jij. Dat hij toch gaat uitreiken naar jou. Hè, dat die blokkade eraf gaat. Um, en, en toch die verlichting gaat zoeken bij jou. Toch het begrip gaat zoeken bij jou. Um, ja, ik voelde het gisteren ook al heel sterk doorkomen: dat, dat hij toch wel het lichtpuntje zoekt, hè, het lichtbaken wat jij bent. En hij weet ook dat jij de spirituele kant bent. Dat jij het, het, het energetische verhaal begrijpt. Um, dus het kan zijn dat hij naar jou uitreikt. Ik wil niet zeggen dat dat voor iedereen geldt, dat het voor iedereen gaat gebeuren. Uh, maar het kan ook zijn dat hij zijn verlichting ergens anders in gaat zoeken. He, dus uh, misschien online bijvoorbeeld op uh, spiritueel vlak dingen gaat bekijken, lezen, boeken gaat lezen, ik weet het niet. Of er zit misschien een, een spiritueel iemand in zijn familie waarbij hij uh, zijn antwoorden gaat zoeken. Um, bij breaking points krijg ik dus de family room. nou ja ik heb het over familie, <laughs> dus het kan wel zijn uh, dat hij zijn verlichting toch binnen de familie gaat zoeken, dat hij de rust daarop gaat zoeken als er natuurlijk goed contact is tussen hem en uh, zijn familie of haar uh, en haar familie. Um, dat zou kunnen. Um, ja. dan heb ik de romantische uh, man bij Realisaties, ja. Weet je, hij gaat het gewoon inzien dat bepaalde keuzes niet hebben gewerkt. Uh, alleen dat begrip is er dan nog niet. Hè? Dus uh, ja, hij moet wel door die lagen heen van schaamte, schuldgevoel, spijt. Wat eigenlijk onnodig is, wat eigenlijk niet eens bestaat. Uh, maar zo zijn wij geconditioneerd. Hè? Schaamte, schuldgevoel, spijt. Uh, maar in principe bestaat dat helemaal niet. Dat is ook een illusie. He, dus daar moet hij wel overheen komen. Die drempel moet hij overheen komen. Um, kijk, jij hebt dat hoger begrip al, maar hij begrijpt het niet omdat die conditionering daar nog zit. He. Die overtuigingen zitten daar nog. He. Ik voel spijt voor wat, van wat ik gedaan heb. Ik voel me schuldig dat ik die keuze gemaakt heb. Maar in principe behoort het allemaal zo te zijn. Het zijn allemaal zielsafspraken. Dan heb ik hier de hond met betrouwbaar. Uh, ja, hij gaat dus he, uh, zien wie wel en niet betrouwbaar is op zijn pad. He, daar gaat hij dus ook afstand van nemen. Hij gaat um, grenzen neerzetten. Wie wel betrouwbaar is naar hem toe, wie niet. Wie is werkelijk loyaal, wie niet. Hij gaat zien dat jij loyaal bent, betrouwbaar bent. Dat je al jaren naast zijn zijde staat in principe. Niet boven hem, niet onder hem, maar gewoon naast hem als gelijke. Het is alleen, jij bent de voorloper in jouw verhaal um, en, de achter, en de ander moest daar achteraan komen. Dat, dat is gewoon ja, zo bepaald. Het kan andersom zijn ook, hè, dat jij misschien de achterloper bent en, en de ander de voorloper, zou kunnen. Maar de meeste mensen die hier zitten te kijken zijn die voorlopers. Uh, dan heb ik de wensput bij open Heart. Ja, dit gaat vaak ook over diepte. Ja, dus hij krijgt een diepe hartopening. En dat heeft te maken met dat hoger bewustzijn. Het hoger hartchakra wat open gaat. Het, het voelt ook hier. Het voelt ook voor mij gewoon als ik erop druk dat het gewoon ook beurs is. Ik voel het gewoon. Het is echt niet prettig. Kijk, als je de sensaties beide gaat voelen. Dus de hartchakra met de hoger hartchakra. Dan is die bezig in zijn kosmisch bewustzijn. De kosmische. Uh, uh, hart, hè? of de diamantenhart, dan is die twee aan het samen smelten. Maar ik denk dat dat zo voelt het voor mij nog niet. Dus um, hij is nu echt bezig in die hoge hartchakra en dat heeft ook wel weer te maken met het godsbewustzijn wat in de afgelopen readingen ook wel vaker tevoorschijn is gekomen. Dan de brug, ja de brug over. Maar ook weer naar een higher level, hè? als ik dan kijk naar uh, de twee bruggen, ook naar dat hogere bewustzijn toe: hè? de intelligentie krijgen um, van ja, de frequenties voornamelijk. Hè? Dus hij gaat leren nu wat energie je met hem doen... En dat er mensen zijn die dus niet oprecht met hem zijn. Die ja, over zijn grenzen heen gaan. Die dus, hè, wat ik al zei, vasthangen. Nou ja, ik zie de sensuele vrouw erbij komen. Dus de verleiding erin gooien. Misleiding. Manipulerende energieën. Hè, die, die dus hem willen verleiden uh, om te blijven. Uh, zielen gaan doen hè, vanuit slachtofferschap. Hè, als uh, die, 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 die karmische vrouw, zeg maar. Die, die vrouw van vorige levens die zit nog in het slachtofferschap, die is niet geheeld... dat is ook niet de bedoeling, want hij moet activeren. Dus het is ook zo bepaald dat zij in dat lager bewustzijn staat... dat zij dus nog ongeheeld is en dus vanuit um, trauma en innerlijke kindstukken... dus hem aan het verleiden is, hem aan het manipuleren is... bij hem um, ja, slachtoffer gaat spelen, hè? zielen gaat lopen doen... zodat hij zich schuldig gaat voelen... Zich schaamt. En dus in die cirkel blijft hangen. Totdat hij het genoeg vindt. En zijn ziel zegt: de oproep komt nu. Het is tijd om dit te verlaten. En dan gaat hij dus stijgen. Maar daar, zit hij al, daar is hij al in bezig. Hij gaat het steeds meer zien. Dat, 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 dat claimende, zeg maar. Um, dat manipulerende. He, zuigende energie. Uh, dat, dat gaat hij echt wel merken, want het ligt bij uh, de kaart van het onmogelijke. Uithoudingsvermogen, hard werken. Het lichaam moet heel hard werken op een gegeven moment. Hoe langer je daarin vast blijft zitten, hoe meer het lichaam gaat uitputten. En steeds meer moeite heeft om zeg maar, een nieuwe energie aan te maken. En ja, dan, dan bereik je dus zo'n breaking point en dan zegt hij: nee, genoeg. En dan moet hij het verbreken voor zijn eigen gezondheid. Dus dan ja, is er uh, de weg vrij zeg maar, voor de nieuwe zaadjes die geplant kunnen worden. Hè? De, het verdriet, de rouw, uh, alles goed verwerken, het boek gaan sluiten. Uh, maar ook zien hè, dat, dat hij zichzelf voorgelogen heeft, zichzelf bedrogen heeft, gesaboteerd heeft. Um, en en he, daar dus bovenuit groeit. Hè? Zo van ja, dit is gewoon niet meer waardevol, ik moet een andere weg nu inslaan. Uh, zodat ik ook weer meer energie krijg in plaats van dat ik energie verlies. Dus hij is ook wel echt bezig, zeg maar, in die energiefrequenties bezig. Uh, begrijpt het natuurlijk nog niet helemaal, want er is wel heel veel onbegrip en dat is normaal. Uh, kijk, we worden niet opgevoed hè, met dit. We worden niet opgevoed met. Uh, uh, de de, de lerenpraktijken zeg maar, van de energiefrequenties en hoe dat allemaal in zijn werk gaat, daar worden we niet mee opgevoed. Dus het is ook allemaal pff, verwarrend. En wat ga ik allemaal doorheen? Wat, wat gebeurt er allemaal? Uh, ja dat is heel lastig. Heel lastig. Het heeft mij ook jaren geduurd om dat allemaal onder de knie te krijgen, om het allemaal te begrijpen hoe het allemaal in zijn werk gaat. En vandaar dat ik het, ja, dit, dit is voor mij gewoon mijn missie om dit te doen naar jullie. Uh, want ik weet ook dat er heel veel mensen aan het onwaken zijn. En gewoon totaal geen begrip hebben waar ze in zitten. En, en, en maar de vinger wijzen, zeg maar, naar de ander. De ander doet mij pijn en bla bla bla. Ja, zo voelt het voor je aardse persoon, ja. Maar niet voor je ziel. En dat begrip moet komen. He, dat het allemaal zielsafspraken zijn en dat de fine counterparts elkaar moeten helpen zeg maar, naar dat hoger bewustzijn en dus ja in de missie stappen om andere mensen dus ook daadwerkelijk te gaan helpen hier op aarde om dat begrip te krijgen kijk ik doe het op deze manier ik weet niet hoe mijn wederhelft dit gaat doen in de toekomst dat zal misschien wat meer op fysiek vlak zijn uh, he, dus fysiek met mensen werken waarschijnlijk ik weet het niet uh, dat gaan we allemaal ondervinden. Maar ja, het is wel de bedoeling dat de Divine Counterparts wel iets daarin van gaan doen, ja. Ja, daar zijn ze wel voor bedoeld, in ieder geval. Oké, okay, nou, dit is wat er door wilde komen. Ik voel de rust toenemen, ook in mij, dat dit eruit wil. Dus um, ja, wie weet, pikt mijn wederhelft dit allemaal wel op. Energetisch, ik weet het niet. Al die verhalen krijg ik later wel te horen. Um, ja... Nee, dit is het. Oké. Okay. Of zullen we het toch maar even doen? Jawel. Ik voelde toch wel wat uh, kaartjes doorkomen nog. Gaan nog even kijken wat uh, de andere kant hier de fine counterpart wil zeggen. Om het mee af te sluiten. Ik leef in een leugen. Ja, daar gaat hij dus ook naar ontwaken. Hè? Dat zijn ook de realisaties die hij steeds meer krijgt: van ja, dit, dit, dit werkt niet meer voor mij. Dit is gewoon een leugen waarin ik leef. Het kan van alles zijn. Hè? Bijvoorbeeld ook zo'n werksituatie: dan kom je er dus achter: ja, dit, dit, is, dit is een leugen wat ik aan het vasthouden ben. Ik heb geldproblemen. Ja, dat zou ook iets kunnen zijn. Kan ook iets te maken hebben met waarde. Waarde en geld ligt uh, heel nauw bij elkaar. Maar het kan zijn dat hij momenteel dus geldproblemen heeft. En ja, ergens dus aan vastklamt zelf ook nog. Maar toch erachter komt hè, van ja, maar dat werkt niet voor mij. Het voelt, ik, ik ben mezelf aan het bedriegen hiermee als ik hierin blijf. Ik wil je geen pijn doen. Nee. Maar ja, weet je, als hij zichzelf pijn doet, doet hij jou automatisch ook pijn. En dat, dat is gewoon die wisselwerking. En hij moet dus leren zichzelf geen pijn meer te doen. En dan doet hij automatisch jou ook geen pijn meer. En dat is het. Hij hoeft zichzelf niet voor jou te veranderen. Hij moet niet zijn leven voor jou veranderen. Dat moet hij voor zichzelf doen. En als hij echt voor zichzelf gaat kiezen en uh, de weg gaat vinden van zelfliefde en eigenwaarde. En echt uh, keuzes maakt voor zichzelf, dan kiest hij automatisch voor jou. Jij hoeft hem niet te veranderen. Hij moet zichzelf leren veranderen leren zien van wat wel waardevol is en wat niet waardevol is. Het was niet de bedoeling. Nee, is het ook niet. Het is ook niet de bedoeling. Het is niet persoonlijk. Het is allemaal niet persoonlijk. Het zijn allemaal afspraken tussen elkaar. Ook al die uh, mensen zeg maar, uit die vorige levens, hè, die karmische partijen allemaal. Het is niet persoonlijk. Je hoeft ook geen wrok te hebben naar zo'n karmische partij toe. Hoeft niet. Het is een zielsafspraak. Ook tussen jullie is dat een zielsafspraak. Ook jij op zielslevel weet. Dat die persoon daar moest zijn, dat die persoon dan en dan moest komen. Bijvoorbeeld bij mijn wederhelft wist ik in principe twee jaar geleden al dat hij bepaalde mensen op zijn pad zou krijgen. En het is gebleken, het gebeurt. Omdat ik het zelf ook heb meegemaakt. Dus ik wist hij gaat er ook een keertje doorheen. Wanneer? Ja, dat wist ik niet. Maar ik wist het. En jij op zielslevel weet het ook. Dus ja, wat heeft het voor zin voor mij om daar uh, wrok naar te hebben of haat naar te hebben? Nee, dat, dan doe ik mezelf ook weer pijn. En daarmee een ander. Want hé, hey, weet je, we hebben ook die zielsafspraak. Dat wist je toch? Ja, dat wist ik. ik wist toch dat, uh, je wist toch dat ik dit moest doen? Ja, dat wist ik. Als je het op die manier kan bekijken, dan zit je heel hoog in je bewustzijn. Dan zit je heel ver. En dat mag je erkennen van jezelf ook, hè? Want veel mensen durven het niet te erkennen van zichzelf. Dat zal heel ver zijn in hun bewustzijn. Ik zal het beter doen. Ja, daar is hij dus ook mee bezig, hè? Betere keuzes voor zichzelf maken niet voor jou, maar voor zichzelf. Want als hij nog steeds bezig is voor een ander, dan heeft hij ook nog dingen te activeren binnen in zichzelf. Ik ben bang voor te veel veranderingen die te snel gaan. Ja, dat kan hem wel tegenhouden. Um, het moet ook allemaal stap voor stap. Het is uh, allemaal ja, op, op een rustig tempo. Je moet ook niet te snel willen, want dan ga je misschien over de kop. Maar ja, je ziel begeleidt alles. Je gidsen helpen mee. Alles helpt mee. Ik voel veel verdriet. Je hebt geen idee. Nou ja, ik heb wel een idee. <laughs> ik weet precies hoeveel verdriet daar vast zit. Heel veel verdriet. Heel veel pijn. Heel veel angst ook. Heel veel angst. Pijn en verdriet, angst. Ik wil even zeggen dat ik van je hou en dat daarmee gaan we afsluiten. Natuurlijk houden jullie van elkaar. Dat is onbreekbaar. Dat is onbreekbaar. Dat, uh, dat kan niet anders. Jullie maken niet voor niks zo'n weg mee hè, met elkaar. Mag je ook beseffen. Het gebeurt niet allemaal zonder reden. Echt niet. Ik heb ook vaak gedacht van, ja, weet je, waar zit ik in hemelsnaam in? Ik, ik wil de uitstappen. Ik wil dit allemaal niet meer. Je, kom, je ontkomt er niet aan. Ik geloof mij. In die acht jaar heb ik echt van alles geprobeerd. Het <laughs> gaat niet. Het gaat niet. En ik ga mezelf ook niet meer wijsmaken dat ik dat kan. Het gaat niet. En, en mijn wederhelft weet dit ook precies. En dat, dat, dat is ook zijn woorden geweest. Het, het kan niet verbroken worden. We komen altijd weer terug bij elkaar. Altijd. Wat die uh, karmische personen allemaal lopen te zeggen of jou willen aanvallen daarin. Het is begrepen. Ik begrijp het allemaal. Ik begrijp het allemaal. Het komt altijd weer terug bij elkaar. Uh, dus laat die aanvallen ook van die karmische personen lekker los. Laat dat maar gewoon lekker uh, links liggen. Daar hoef je, je niet mee te bemoeien. Daar hoef je niet op in te gaan. Als jij het maar begrijpt. Dat die ander het niet begrijpt. Dat behoort zo te zijn. Als jij het maar begrijpt. En daarvan distancieert. Niet in meegaan. Absoluut niet. Want dan trek je jezelf terug naar die tijdlijn van hun. En dat moet je niet willen. Nee. Oké. Okay. Dit is de reading wat door wilde komen. Ik dank je wel voor je aanwezigheid. En wie weet, zie ik je snel weer terug. Want ik heb wel het gevoel dat er nog wel meer door wil komen. doei. doei.